De Raad van State heeft besloten dat de tijdelijke bescherming op 4 maart 2024 stopt voor derde landers die gevlucht zijn uit Oekraïne. Dit geldt voor derde landers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben op basis van werk of studie. Wat betekent dit voor jou? Deze video legt het uit. Let op: deze informatie is niet voor jou als je een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne hebt, of al een beschermingsstatus of vluchtelingenstatus in Oekraïne had ten tijde van de Russische inval, of als je een duurzame relatie hebt met iemand die tijdelijke bescherming in Nederland heeft. In deze gevallen heb je recht op tijdelijke bescherming in Nederland tot 4 maart 2025. Deze video is wel voor jou als je gevlucht bent uit Oekraïne en niet de Oekraïnse nationaliteit hebt en een tijdelijke Oekraïnse verblijfsvergunning had op basis van werk of studie. Ten tijde van de Russische inval en als je voor 18 juli 2022 in Nederland gearriveerd bent en ingeschreven stond in de BRP. Mensen in deze situatie worden derde landers genoemd. En in deze video zullen we dan ook spreken van de term derde landers. Voor jou als derde lander geldt dat de tijdelijke bescherming in Nederland wordt stopgezet op 4 maart 2024. Daarna heb je 28 dagen om Nederland te verlaten. Dat is tot 1 april 2024. Dat heeft de Raad van State besloten. Dit is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Wat de Raad van State beslist. Is bindend voor de Nederlandse overheid. Deze beslissing moet worden uitgevoerd. We onderscheiden drie groepen derde landers. De eerste groep: Je hebt geen verblijfsrecht na 4 maart 2024 en je moet Nederland verlaten. De tweede groep: je hebt een asielaanvraag gedaan en je hebt nog geen gehoor gehad bij de IND. Na 4 maart krijg je de status asielzoeker. En de derde groep: je hebt naast de tijdelijke bescherming ook een reguliere Nederlandse verblijfsvergunning op basis van werk of studie, of je hebt een aanvraag lopen voor een van deze vergunningen, of je hebt een Nederlandse partner. Deze instructievideo is voor derde landers die in de eerste groep vallen. Je hebt geen verblijfsrecht na 4 maart. Behoor je tot groep 2 of 3? Dan verwijs ik je naar onze andere instructievideo's. 1 Je hebt geen verblijfsrecht na 4 maart 2024 en je moet Nederland verlaten. Je behoort tot deze groep. Als je de IND hebt laten weten dat je geen asielaanvraag wilde doen in de periode maart tot en met augustus 2023, als je een asielprocedure hebt gehad maar je asielaanvraag is afgewezen, of als je niet gereageerd hebt op de brief van de IND over de asielaanvraag, had je eerder samen met een advocaat beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om de tijdelijke bescherming te beëindigen? Door de uitspraak van de Raad van State komt dit beroep waarschijnlijk te vervallen. Je ontvangt nu twee brieven van de IND. De eerste brief is jouw bewijs van tijdelijke bescherming tot 4 maart 2024. En je kunt deze brief tonen aan je gemeente en je werkgever, zodat zij weten dat je tot die tijd recht hebt op opvang en werk. Het is ook belangrijk om deze brief aan je advocaat te laten zien. De tweede brief van de IND ontvang je in de laatste twee weken voor 4 maart. Deze brief is een terugkeerbesluit. Hierin laat de IND je weten dat je tijdelijke bescherming stopt op 4 maart 2024 en dat je 28 dagen hebt om Nederland en de Europese Unie. Te verlaten. Dat is op 1 april 2024. Na 1 april ben je illegaal in Nederland. Voor een advocaat is het mogelijk om op deze brief nog een beroep in te dienen. Daarover hoor je hierna meer. Wat je in het kort moet weten over jouw rechten en plichten: tot en met 4 maart heb je tijdelijke bescherming en behoud je jouw recht op. Opvang, werk of leefgeld en een ziektekostenverzekering. Na 4 maart ben je illegaal in Nederland als je geen procedure meer hebt lopen of een andere verblijfsvergunning hebt. Je krijgt 28 dagen om Nederland en de Europese Unie vrijwillig te verlaten. In deze periode heb je wel recht op opvang, leefgeld en en een ziektekostenverzekering, maar je mag niet meer werken. Dit duurt tot en met 1 april 2024. Vanaf 2 april mag de gemeente je met behulp van de politie uit de opvang verwijderen. Je naam wordt dan zichtbaar in de CIS-registratie. Dat is een database waar de autoriteiten van andere Europese landen toegang tot hebben. Zij kunnen zien dat je illegaal in Europa verblijft en ze hebben het recht om je het land uit te zetten. Heb je een verblijfsvergunning of heb je recht op verblijf in een ander EU-land, dan kun je daar wel legaal verblijven. Neem in dit geval contact op met je advocaat. Als je niet veilig bent in je land van herkomst, kun je alsnog asiel aanvragen. Dit doe je door naar Ter Apel te gaan, het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Na je aanvraag verblijf je in een asielzoekerscentrum. Je mag dan de eerste zes maanden niet werken. Waarschijnlijk heb je nog veel meer vragen. Je kunt een afspraak met ons maken om meer specifieke informatie te ontvangen en je vragen te stellen. Aan het einde van deze video hoor je hoe je met ons in contact komt. Dit zijn jouw mogelijkheden. Het is belangrijk dat je je goed informeert over de keuzes en acties die je nu moet nemen. Dit is de informatie die je moet weten om een goede keuze te kunnen maken. Het is belangrijk om contact op te nemen met je advocaat. Laat de advocaat de brieven zien die je van de IND hebt ontvangen. Het kan zijn dat de advocaat toch nog een beroep voor jou kan indienen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende situaties. Je bent samen met een partner of directe familie uit Oekraïne gevlucht. En jouw partner heeft wel tijdelijke bescherming in Nederland, bijvoorbeeld omdat deze de Oekraïnse nationaliteit heeft. Of je hebt wel een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne die geldig was op 23 februari 2022. Wat ook kan is dat er een medische noodzaak is waardoor je niet kunt reizen. Let op dit geld alleen als je zeer ernstig ziek bent. Je hebt daarvoor een verklaring van een arts nodig. Mogelijk ziet een advocaat nog andere mogelijkheden om legaal in Nederland te verblijven. Daarom adviseren we je om contact op te nemen met een advocaat. Stuur de brieven van de IND aan de advocaat door. Heb je nog geen advocaat, dan kan vluchtelingenwerk je helpen. Je kunt ook asiel aanvragen. In Nederland heb je altijd het recht om asiel aan te vragen. Besluit je om dat alsnog te doen? Asielaanvragen doe je in Ter Apel, een gemeente in het noorden van Nederland. In Ter Apel word je geregistreerd als asielzoeker. Indien gewenst, kunnen medewerkers van vluchtelingenwerk en je advocaat je hierbij helpen. Heb je nog geen advocaat, dan krijg je een advocaat toegewezen nadat je de asielaanvraag hebt gedaan. Heb jij in de periode tussen maart en augustus 2023 al een asielgehoor gehad bij de IND en een afwijzing gehad? Dan heeft het alleen zin om nogmaals asiel aan te vragen als je veiligheidssituatie substantieel en bewijsbaar is veranderd. Je kunt ook terugkeren naar je land van herkomst of een land waar je een permanente verblijfsvergunning hebt. Hiervoor is een financiële bijdrage van 5000 euro beschikbaar van de Nederlandse overheid. Dit heet de remigratieregeling. Het wordt georganiseerd door de dienst terugkeer en vertrek van de overheid. De remigratieregeling geldt tot 4 maart 2024 en je kunt contact opnemen met hen via deze QR-code. Zij nemen dan contact op met jou. Na 4 maart geldt de remigratieregeling niet meer. Maar de Internationale Organisatie voor Migratie kan je dan nog wel helpen. Je krijgt dan niet meer een bedrag van 5000 euro, maar je krijgt wel hulp met je vliegticket en leefgeld voor de eerste dagen. Voor meer informatie kijk je op hun website via deze code. Ook is er een reguliere verblijfsvergunning. Je kunt tot 4 maart een aanvraag doen voor zo'n reguliere verblijfsvergunning op grond van werk, studie als kennismigrant of verblijf bij een partner. Je hoeft dan niet terug naar je land van herkomst om eerst daar een visum aan te vragen. Let op. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning. Een studievergunning? Studeren in Nederland is duur voor een student van buiten de EU. Je hebt ook geen recht meer op verblijf in een opvanglocatie, en je zult dus eigen woonruimte moeten zoeken en betalen. Ook mag je niet meer fulltime werken. Een werkvergunning? De werkgever vraagt dit aan. Het kan alleen als de werkgever een aparte registratie heeft bij de IND en als het een functie is voor een hoger opgeleide, of als de werkgever binnen Nederland en de EU geen enkele andere geschikte werknemer kan vinden voor de openstaande vacature. Voor meer informatie over deze vergunningen of verblijf bij een partner kan je terecht bij het juridisch loket bij jou in de buurt. De beslissing op de aanvraag mag je afwachten in Nederland, maar na 4 maart heb je geen recht meer op opvang of leefgeld. Mocht je de aanvraag voor een reguliere vergunning na 4 maart doen, dan moet je toch eerst terug naar je land van herkomst om een visum aan te vragen. Je hebt dan geen recht meer op deze vrijstelling. Ga voor meer informatie naar het juridisch loket. Stopt jouw recht op tijdelijke bescherming? Heb je geen asielaanvraag lopen en heb je geen vergunning aangevraagd op basis van werk of studie, maar blijf je na 1 april toch in Nederland? Dan ben je vanaf dat moment zonder toestemming in Nederland en Europa. Je bent dan illegaal. De vreemdelingenpolitie heeft het recht om je het land uit te zetten. Zonder verblijfsvergunning heb je geen recht op opvang, werk of financiële ondersteuning. Je verliest je BSN-nummer, zorgverzekering en je bankrekening. Je hebt wel recht op medische zorg, maar die moet je zelf betalen. Wil jij met iemand praten over je toekomst en de keuzes die je moet maken? Wil je in contact komen met een advocaat of denk je erover om een asielprocedure te beginnen? Je kunt met ons in gesprek. Een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland kan je helpen. Wij zijn een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en wij delen jouw informatie nooit zonder jouw toestemming met derden. Zoek contact met een van onze medewerkers op jouw opvanglocatie of je kunt online kijken. Om een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Dit kan via de website van Refugee Help.